Oh. Zo meteen gaan we met 18 kilo. Dus, oh. Dat mag natuurlijk ook. Hi, welkom bij Bo in de Wolken, het programma waarin ik een zoektocht hou naar geluk. Vandaag ga ik langs bij Niek en met zijn Fit en Zen programma probeert hij mensen een vitaal leven te laten leiden. Volgens hem is je lichaam een machine die continu in beweging wil zijn en ja, waarvoor je als beloning eigenlijk een gezond en fit lichaam krijgt. Ready to rumble! Niek, hi. Jij helpt mensen om fysiek en mentaal fit te worden. Absoluut, ja. Wat onderscheidt jou nou van andere beweging- en voedingcoaches in Haarlem en omstreken? Je hebt ook voedingcoaches? Ja. Oké. Nou ja, wat mij onderscheidt is sowieso dat ik me echt puur richt op inspanning en ontspanning. Oké. Dus als je bij mij komt om te trainen, dan gaat het niet alleen maar om oefeningen doen en helemaal kapot of stuk gaan. Mm-hmm. Maar gaat het ook zeker om ontspanning in de zin van meditatie, ademhaling, bepaalde Chinese bewegingen. Qigong, dat heeft met levensenergie te maken. Ja. En het gaat er eigenlijk vanuit dat je lichaam in balans moet zijn. Ja. Dus ja, als het hier tussen je oren gewoon niet klopt, dan kun je sporten wat je wil, maar dan is de balans weg en dan wordt het alleen maar moeilijker om vol te houden. Ja. Dus ik richt me vooral op jouw mindset. En wanneer leeft iemand volgens jou nou echt een vitaal leven? Ik denk dat je een vitaal leven leidt, tenminste eigenlijk voor mezelf weet ik wel zeker, mm-hmm. is dat je bewust bent van de dingen die je elke dag doet. Dus ik ben bewust van het feit dat als ik op de bank ga zitten, dat ik op een gegeven moment weer van die bank af moet komen. Ja, ik ben bewust dat als ik tv kijk, dat het op een gegeven moment wel weer klaar is. Dat ik niet eindeloos blijf zappen, maar ik denk dat er moet nu echt iets gebeuren. Ja. En ik wil vooral functioneel bezig zijn met mijn lijf, met mijn mindset vooral. Om dat scherp te houden, zodat ik gewoon de dingen die ik normaal dagelijks moet doen, zoals mijn werk, het opvoeden van de kinderen, hè, als je een gezin hebt en noem maar op, dat je dat op een relatief ontspannen manier kan doen en dat je je niet de hele tijd gejaagd en opgejaagd voelt. Ja. Maar dat je het vanuit een ontspannen modus kan doen en dat je evengoed relaxed bent. Ja. Dus relax blijven. Ja. En vitaliteit is natuurlijk beweging, hè, zodat je goed je bloed laat doorstromen, maar ook je hart- en longfunctie. Dat het in gang wordt gezet, dat het goed is. En dat je vooral een goede uithoudingsvermogen hebt. Ja. Uithoudingsvermogen klopt. En dat je daar gewoon, dat je lange dingen kunt volhouden. Ja. Ja, jij gaat mijn vitaliteit ook testen, hè? Hoe gaat het in zijn werking? Ik ga een korte beweegscan met je doen. Dat betekent eigenlijk dat we 5 oefeningen gaan doen. En die ga je een paar keer herhalen. Het duurt maar een paar minuutjes. Ja. Maar dan kan ik in ieder geval zien waar jouw beperkingen, en dat noemen ze in technische termen, deviaties zijn. Waar die in zitten. Dus ja. Het kan zijn dat je een bepaalde beweging doet. Je denkt van, nou, ik zak een beetje weg door mijn heup. Want die beweging voelt niet goed. Dan schrijf ik dat op. Super. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Laten we gaan beginnen. Oké. We gaan even heel kort een simpele test doen. Doe ik met iedereen. Dat hoort bij het intakeverhaal. En dat heeft te maken met 5 oefeningen. Een kniehef. Dat is eigenlijk deze oefening. Ja. Links en rechts doe je 2 keer. Je doet een flexiebeweging. Dat is gewoon simpelweg naar beneden. Die ken je nog wel. Ja. En de extensie is naar achteren. Met je armen recht omhoog. En we doen nog een rotatiebeweging. Je blijft gewoon rechtop staan. Je neemt je hoofd mee. Je gaat naar links en rechts. Okay. En het enige wat je dan daarna doet is een squat. Oftewel, je zet je benen naast elkaar in een vitale houding. Je gaat rechtop zitten en je komt overeind. Oké. Ik zou zeggen, begin met de flexiebeweging naar beneden. Ja. Ja, als ik het goed, dan omhoog weer. Oh, ik heb op mijn dansacademie gezeten. En vroeger kon ik dus gewoon plat op de grond, hè? Oké. Het is toch erg dat gewoon niet meer kan. Dat wordt een interessant schema. Schrikkelijk, ja. Oké, en de laatste is een stoel squat. Ja? Je gaat op het krukje zitten. Zet je voeten zoveel mogelijk tegen het krukje aan. Met je handen naar voren. Precies. En je komt gewoon omhoog. Dat doe je 2 keer. Ja, check. Nou, dan kijk ik dus aan de zijkant wat er wel of niet met je lijf gebeurt. Of er dingen überhaupt gebeuren waar er iets mee moet. Ja. Nou, dit is een begin. Oké. Dit is het fundament. Van daaruit bouwen we meer uit. En kijken naar ontspanning, inspanning in je lijf. En wat de mogelijkheden zijn. Ja. That's it. Heb je het kunnen zien? Ik heb het kunnen zien. Ben ik geschikt voor oefeningen? Nee, ja. Het is, ja. Ik kan niet sporten, helaas. Ik ga je doorverwijzen naar een collega van mij. Ik heb hier een hele zware bal, tenminste het is een begingetal, 6 kilo staat erop. Hij zit er na heel zwaar. Na de weegscan ga ik natuurlijk een programma maken en dan begin ik heel vaak met oefeningen met een bal.
kan zijn dat je gewoon 40 minuten lang een training met mij doet, alleen maar met een bal. En dan ga je voortdurend begeleid worden met een bal. Dus het kan een spelelement zijn, dat ik hem overgooi, dat jij een bepaalde oefening moet doen. Hij is 6 kilo. Oh jezus! Succes ermee. Oh, dat is echt zwaar. Oké, wacht. Dus eerst... Gestrekte armen. Ja, precies. Oh, heel goed, duw hem weg met kracht. Dat is zo zwaar. Oh. Zometeen gaan we met 18 kilo. Dus, oh. Dat mag natuurlijk ook. Mijn god. Oké, dus gestrekte armen. Je zet je lijf schrap. Dus je koor. Je romp. Je duwt hem uit naar links en je duwt hem uit naar rechts. Dat doe je 5 keer. Dus in totaal 10 bewegingen. Of 6. Niek, dankjewel voor deze sessie. Het wordt heel veel spier bij morgen, denk ik. Graag gedaan, ja. Kijk, iedereen weet het eigenlijk. Ja. Een gezond leven, dat kan je krijgen door gezond te eten en veel te slapen, veel te bewegen. Iedereen weet het eigenlijk al. Zeker. Maar waarom denk jij nou dat veel mensen het toch lastig vinden om zoiets vol te houden? Nou, ik denk dat als je een klein stapje teruggaat naar hoe alles ooit ontstaan is met de mensen, is dat het hier ergens fout gaat. Dat betekent, we werden ooit, als mens ontstonden we, moesten jagen, we moesten eten verzamelen en noem maar op. Alleen uiteindelijk zijn we ons gericht op gemak. Kijk, zelfs als mensen boodschappen bestellen, ik doe het zelf nooit. Maar als je picknick hebt of Albert Heijn, die vinden het heerlijk om spullen thuis te bezorgen. Het brein is gericht op gemak. Zo min mogelijk energie, en dat is puur waar we ons op richten tegenwoordig. Dus zo min mogelijk energie om iets te kunnen bereiken. Nou, waar ik me dus op richt, ik probeer dus jouw mindset te veranderen. Ik probeer dingen gaten te slaan, dat klinkt heel hard. Maar simpelweg in jouw gedragspatronen probeer ik interrupties toe te voegen. Dus kleine dingen jou te laten doen, zodat je denkt, zo had ik er nooit over nagedacht. Ja. Ik zal je een voorbeeld geven. Mensen stellen altijd enorme doelen. Hè? Ik bedoel, ik wil 20 kilo kwijt. Ja. Ik wil sterk, ik wil groot zijn, en gewoon gespierd. Hartstikke mooi, maar dat is een berg en die ligt hier. Maar om die berg te beklimmen moet je echt kleine stapjes zetten. Dus ik zou altijd zeggen, stel korte termijn doelen. Ja. En als je 2 weken vooruit denkt, dan denk ik, in 2 weken ga ik zeker 1 uur sporten per week. Ik zorg dat ik in ieder geval 1 keer per week een vette vis eet, een haring of zo naar binnen werk. Ja. Zodat ik consistent dingetjes doe waarbij ik een stukje gezonder en vitaal word. En in 2 weken denk je, yes, I did it. En dan beloon je jezelf. Ja. Doe iets kleins, koop iets kleins. Ga naar de film met je vriendin of vriend, whatever. Ja. Dus beloon jezelf een kleine doelen. Stel vooral kleine doelen. Want je merkt best wel snel resultaat, na een paar maanden al. En dan denk je, ik voel me beter. Ik loop die 4e verdieping omhoog zonder problemen. Het gaat heel goed. En dat stimuleert je heel vaak om net een stapje extra te doen. Ja. Dat je uiteindelijk wel op die berg komt. Maar begin klein. Kleine stapjes. Ja, en wees niet te streng voor jezelf. Als je een keer geen zin hebt, denk ik, ik ben kapot van mijn werk. Ik trek het nu niet. Ja. Ook oké. Okay. Ja. Maar straf jezelf er niet voor. Houd relaxed en blijf gewoon stukje voor stukje doorgaan. En wat zou jij tegen de mensen thuis willen zeggen die dit allemaal zien en denken, dit wil ik eigenlijk ook, maar toch eng vinden om die eerste stap te zetten? Heel simpel. Het eerste wat je moet doen is gewoon een stap zetten door te bellen. En ik zeg ook altijd op mijn website, als je ballen hebt, dan bel je me op. Ja. Heel veel mensen vinden het al best wel lastig om bijvoorbeeld even een belletje te doen. Nou, als je jezelf ook daartoe kunt aanzetten, gewoon even een belletje doen. Het begint met een vrijblijvende intake. Gewoon kijken, waar sta je eigenlijk? Weet je? Wat wil je? Wat zijn je doelen in je leven? Kunnen we ermee aan de slag? Wil je relaxter zijn in je leven? Dan kunnen we mee aan de slag. Ja. Niet wat andere mensen tegen je zeggen, want die hebben altijd wel een mening. Mensen praten altijd. Laat ze lekker praten. Je mag er naar luisteren. Doe vooral je eigen ding. En zet je eigen stappen erin. Ja. Dus gewoon opbellen. Opbellen. Gewoon opbellen. Check. En gaan. Nou, dankjewel Niek voor vandaag. You're welcome. Super. Nou, ik ben weer topfit voor de komende tijd. Dankjewel weer voor het kijken naar Bo in de Wolken. En tot de volgende. Bye. Volgende keer bij Bo in de Wolken. In het midden eindigen. Nou, dat heeft ze dus gedaan. Nou, dit is echt bizar gewoon. Dat voelt ze gewoon echt. Ja, maar dat voelt ze niet. Dat laat jij in je lijf dus zien. Maar je hoofd en je lijf werken dus op dat moment niet samen. Ja.